Als die gaat, moet je het op tijd zeggen, hè. Ja. Dan bouwen we een brandweer, hè. Dat is eigenlijk wel mijn speciale gave. Ik ga de eerste Belgische YouTuber worden met diploma. Hey, ik denk dat ik niet de eerste YouTuber ben met diploma. Als je vindt dat ik op een zwerver lijk, dan heb je gelijk. Blijf op school, want als je 7 jaar YouTube doet of zo, dan zetten ze ineens gewoon de monetization uit voor je kanaal. Want mijn video's kunnen niet meer gemonetized worden. Wat dus betekent? Geen ads meer op mijn video's. Wat dus betekent? No more money. What the fuck? Welke les heb ik hieruit geleerd? Blijf altijd onder gelijk welke voorwaarden op school. Ik krijg zo de ene slag na de andere op mijn hoofd en mijn lijf op dit moment. Want alleen die dat spel deze met die hamer nagels in een boom moest slaan. Ik ben gewoon de nagel. Gewoon doeg. Ik wil ook zeggen van ik ga dit fixen, maar ik fix dit wel. Het is een kleine update, maar ik heb ze eindelijk aan de muur gehad. Het ziet er makkelijk uit. En ik weet dat ik nu al commentaar ga krijgen van hey, ze hangen niet recht. Ja, ze hangen niet recht, nee. What the fuck, weet je hoe moeilijk dat is? Hey, yo! Hey, yo! Hey! Het werkt! Hey, dat is pretty good! Ik had niet gedacht dat dit ging lukken, hoor. I'm proud. Maar als ik het zo zie, je ziet ze toch niet hangen als ik hier sta. Dus tenzij dat ik zo hier zou staan of zo. Dus hoe moet ik hier staan, anders die mensen dat verkeersbord. Ik weet ook niet hoe dat daar gekomen is. Ik sta op in de ochtend en opeens. Het is over 3 dagen mijn verjaardag. Ik ben in de laatste 4-5 jaar van YouTube nog nooit zo date geweest. Tijdens mijn verjaardagsperiode. Normaal had ik gisteren ook een skatevideo gemaakt. Maar ik ben dat gestopt omdat toch heel de tijd ik was die hetzelfde aan het doen was en op mijn bek aan het halen was. Hij deed een fucking frontside boardslide on die dead rail. Ja! Ik ben fucking veel op mijn bek gegaan. Ik weet niet eens of ik dit mag tonen. Dude, die shit hurts. Die shit really hurt. Tijd voor de storytime! Paar weken geleden waren we met een hele grote groep vrienden met iedereen van hier naar Antwerpen gaan om daar naar een feestje hangen in Vaag. Ik was daar nog nooit geweest. Ik had er veel dingen over gehoord dat er fucking warm was en zo, maar daar gaat het verhaal niet over. Het is 2 uur vanaf Blankenberg naar Antwerpen. Wij komen aan in Antwerpen Centraal. Toen waren we echt aan met een super grote groep waarvan niet eens iedereen elkaar kende hoor. Van sommige mensen elkaar zagen voor de eerste keer. Was hallo. Ik had al een fles Jack Daniels mee, zo Jack Daniels Honey. Nice. Maar nog zoet, je kan daar goed van drinken. Dus wij komen aan in Antwerpen Centraal met iedereen. Eerst wat wij doen is gewoon op het terras gaan zitten van de Starbucks. Buiten bij het station, omdat het was gesloten en het was zo vast slecht weer. Maar we gingen daar met iedereen zitten. Op een bepaald moment zagen 2 vrienden tegen mij. Yo, we gaan onze shit in een locker gaan laten. Ik dacht van, ik ga hier wachten met iedereen. Dus wij zitten daar met echt een fucking grote groep. De trein rijdt Blankenberg Antwerpen duurt 2 uur. Die fles Jack Daniels was wel 70% opgedronken. Dan ben je niet echt bezig met de tijd. En ineens na 10 minuten word ik getelefoneerd door een van die matties. En ik neem op en ik denk ineens van, yo, wat de fuck, waar ben je? Waarom duurde het zo fucking lang? En hij zegt gewoon van, ja, what the fuck, er is iets gebeurd. Kom nu alsjeblieft naar de lockers, maar kom alsjeblieft alleen dan. Dus ik doe de telefoon neer en ik zeg tegen iedereen op het terras gewoon van, ja, hij zegt daar iets is. Dat ik alleen moet komen, dus we zijn gewoon met iedereen naar die fucking lockers gaan. Die lockers zijn zo niet bij de ingang, maar zo onder de trap. Als je in Antwerpen Centraal bent geweest. En we komen daartoe en er staat er maar 1 van de 2 guys. Hij staat daar gewoon helemaal gechoqueerd. En hij kijkt zo naar ons en hij zegt zo, ja. En hij wijst naar een locker beneden die dicht is. En wij staan er allemaal, no. We bukken ons allemaal en effectief, je hoorde gewoon dat onder Mattie aan de roep was vanuit die locker dat we de fucking politie of de fucking brandweer moesten bellen, want dat hij er niet uit kon. Het ding van zo'n locker is dat normaal als je die dicht doet, gaat die weer open. Als je geen ticketje koopt en je doet die dicht, dan gaat die weer open. Wat was er gebeurd? Hij was er echt gekropen. Om te lachen. Die andere vriend van mij had er een tik tegen gegeven. Snap je zo? Een klein tikje om die para te maken of zo. Maar doordat hij daar een tikje aan heeft, trekt die magneet van die deur dicht. En die deur kletst gewoon dicht. Er is geen ticketje gekocht. Dus die deur gaat toch weer automatisch open. Dat gebeurde niet. Ik zat daar al fucking 5 minuten in toen wij daartoe kwamen. Dus tuurlijk, hij was para aan het worden. Nu, op dat moment is het 11 uur. Wij staan op een vrijdagavond in Antwerpen Centraal. Iedereen begint daar para te worden. We begonnen dus op politie te bellen, brandweer te bellen. Want er liep niemand meer van NMBS de hele station. Nu, het ding was, wij stonden daar met zoveel mensen. We konden niet echt iets doen en we hoorden gewoon die ene guy heel de tijd roepen vanuit die locker. Wat een fucking brandweer! Het enige waar ik echt aan kon denken was, what the fuck, als ik daar is dat, ik zou echt al hyperventileerd zijn, naar flauw gevallen zijn of zo. Wait, ik ben fucking claustrofobisch. En die locker, ik kan er niet recht staan of zo. Echt al een locker waar je op je knieën moet zitten. En je niet omdraaien, je hebt geen licht. Ja, dat moest ik erin gaan zitten, maar ik was echt al flauw gevallen na 2 minuten of zo. Ik loop dus een beetje door het station, ik ben ook maar gewoon iemand aan het zoeken. En op een bepaald moment zie ik 2 guys van de railway security. Ik loop dus naar hen en ik zat tegen hen, want die van mij zit vast in de locker. Dus die lopen direct mee, die hebben direct door van,
fuck. Kom met mij naar die lockers. Die zagen direct tegen al mijn vrienden van, yo, stop met bellen naar politie, brandweer, dat is allemaal niet nodig. Zag jij in die locker, het ergste wat zij doen is een bukken, even tikken, vragen of die guy nog zuurstof heeft. Alsof je op een dingetje zou kunnen zien in die locker of dat je nog zuurstof hebt. I don't fucking know. Staat die ene guy recht, het ergste wat hij doet is zeggen van, ja, normaal die locker zou moeten opengaan, waarschijnlijk zit hij vast. Zo doet die guy, hij gaf daar echt een fucking harde stamp op die deur. Kijk, er gebeurt niks. Maar je hoort mijn vriend wel gewoon roepen in die locker van, stop, stop, stop. Hij hoorde stamp, maar in plaats van dat die enkel van voren komt, dat geluid blijft gewoon draaien. Die guy is van de railway security zag van, ja, shit, we gaan een koevoet halen. Staat daar echt van, je zit daar nu echt al 10, 15 minuten in. Doe alsjeblieft iets meer, like, ga achter een koevoet, maar ga ook mensen zoeken die echt die deur kunnen open doen ofzo. Guys van de railway security wisten zo ook niet echt wat ze moesten doen. Ik denk niet echt dat je opgeleid wordt om mensen uit lockers te halen. Hij stappen zo een beetje weg en net op dat moment komt er een vrouw van de NMB's langs gewandeld. Maar het is een meisje van 21 ofzo, die denk ik stagiair was ofzo bij de NMB's. En die komt langs gewandeld en die guys van de railway security gaan naar haar en zeggen van, ja, er zit een guy in die locker. En ik zie gewoon dat ze daar helemaal niet klaar was. Op haar vrijdagavond was ik zo de laatste dag van haar stage bij NMB's. Er zit een guy vast in de locker. Die haar echt zo naar ons wandelen en zij staat bij ons en ze zegt echt van, oh godverdomme, hoe de fuck is dat gebeurd? Ze zag duidelijk dat zij niet veel ervaring had en ze niet wist wat ze moest doen. Ze zag van, ja, ik ga iets fixen en zij belt en zij wandelt gewoon op haar dode gemak weg. Nu mijn mat die zat wel nog steeds in die fucking locker en ik wou niet dat ik een vriend ging verliezen aan een locker omdat die zuurstof tekort had ofzo. Een van die twee mannen van railway security was een koevoet halen en die andere was gewoon heel tijd aan het praten met mijn vriend van, ja, hey, wat ga je er wel uithalen, dit dat. Wij stonden daar allemaal kapot te stressen, want wij konden niks doen. Wij konden gewoon wachten en terwijl was hij gewoon heel tijd aan het roepen in zijn locker daar. De fucking brandweer moest bellen. Te warm aan het worden was en dat zuurstof bijna op was en dat hij echt bang aan het worden was. Ik kan me niet inbeelden hoe dat moet zijn om daarin te zitten om fucking warm te hebben. Je ziet niks. Denk 3 minuten later komt die mevrouw van de NMB's afgewandeld met een mapje. Hij wandelt voorbij en op dat moment had ik door van, wee. Waarschijnlijk bestaan er echt al cheatcodes om lockers open te doen. Waarschijnlijk zijn er echt al meer van deze gevallen geweest door waar mensen zich per ongeluk opsluiten in een locker of waar mensen gewoon hun dingen niet meer uit de locker krijgen. Daar echt al codes zijn om lockers open te doen. De vrouw begint zo een beetje te tikken op dat bord waar je normaal zo je bankkaart moet insteken en dan zo moet aanduiden welke locker hij had. En opeens stikt zij de 2 cijfers in van die locker. En het lichtje van de locker waar mijn mattie is, het springt op groen. Maar die deur gaat niet open. Die guy van de railway security heeft daar nog eens een fucking slag op. Maar die deur gaat niet open. Op dat moment was er een hele rare vibe. Want terwijl die mevrouw van de NMB's die code aan het intikken was op dat bordje waar wij al allemaal aan zagen tegen onze mattie van, hey, ze is die code aan het intikken. Like, het gaat nog een paar seconden duren, hij komt eruit. En hij hoort dan ook het klikje of zo van de deur die open gaat. Maar de deur gaat niet open. Op dat moment zag die mevrouw van de NMB's gewoon van, je belt fucking brand. Maar wel de politie, want dit lukt niet. Dan staan wij daar echt allemaal van, wow, yo. Mevrouw van de NMB's ook kapot aan het stressen. Die andere guy van de railway security, nog altijd had hij een koevoet gevonden, en hij was nog altijd niet terug. Dus ik dacht even, hey, fuck it, man. Dus dan stonden we daar gewoon nog steeds op dezelfde manier als 15 minuten geleden, gewoon opnieuw de politie en de brandweer aan het bellen. We waren nog niet eens naar een feestje gegaan, en ik hoorde mijn mattie niet meer. Like, hij was van roepen gewoon naar stil zijn gegaan. Ik wou een vraag van, hey, is alles oké? Maar hij is zo dubbel. Hey, is alles oké? Ik sta hier gewoon juist in die locker. Tuurlijk is niet alles oké, dus ik vraag die dingen dan ook niet. Ik was echt bang aan het worden. En op dat moment zat een van mijn vrienden tegen mij van, hey, what the fuck? Ik wou hier op dat schermpje staan. En inderdaad, op het schermpje waar die mevrouw die ding had echt tikt, stond er noodopening. En om op noodopening te klikken, moest je op Spaans drukken. Snap je? Alsof je je Spaanse taal zou kiezen om dat je locker in te stellen of zo. Ik zie dat staan en ik denk helemaal niet na. Dus ik smash gewoon die Spaanse taal. En op dat moment, like, dat schermpje verandert gewoon in een countdown. Er komt gewoon zo 5, 4, 3, 2, 1 op. En ik meen het. Die 5 seconden, al de andere guys waren gewoon een beetje door elkaar aan het lopen en aan het stressen, maar countdown loopt af en wij staan er echt van, what the fuck. Op het moment dat die 0 hit, springt de eerste locker aan de linkerkant open en daarna volgt gewoon de hele rij. Op een bepaald moment is het gewoon, elke locker gaat open. Tweede rij springt open. Elke locker, elke om zijn beurt gaat open. En hij zit in de laatste locker, helemaal van achter. Die locker springt ook open en hij komt daaruit. Nu, mijn mattie komt daaruit, dus wij allemaal fucking hyped. Zo van, ah! Want die vrouw van de NMB's, die guy van die railway security, staat daar dus te kijken naar die lockers van, hey, elke locker was open. Elke locker waar mensen een valies hadden ingestoken, of een rugzak, of een spullen, elke locker was open. Die noodopening, die mevrouw had dat ook kunnen doen. Die mevrouw van de NMB's zei, ja, dat wou ik dus niet doen, want dan gaan wij dit oplossen. Maar dat was niet ons probleem. Onze mattie was vrij. Ik dacht dat mijn vriend ging doodgaan in de locker. Dat is niet gebeurd. Maar dus op het moment dat hij daaruit kruipt, sta ik daar ook gewoon te kijken van, fuck. Er stonden gewoon allemaal lockers open, maar allemaal koffers in van mensen. De mevrouw van de NMB's stond er allemaal haar handen in haar haar.
Dan zijn wij weggegaan. Er zijn dus echt wel codes om lockers open te doen. Dus ik weet niet, als je eens geluk hebt of zo en je tikt een beetje dingen in, misschien gaat de locker wel open en kan je een free rugzak fixen. Nu heb ik hieruit geleerd dat ik echt nooit in een fucking locker ga kruipen. Niet dat ik dat ooit van plan was om te doen, maar... Ik wil graag een shout-out geven aan de NMB's. Omdat het dus duidelijk was dat die mevrouw dus echt al de veiligheid van de valise zo boven de veiligheid van mijn vriend nam. Hij is vrij, man. Vrij! We zijn er nog wel een feestje gaan, dat was bij. Dat was niet eens leuk ofzo. Het hele avontuur rond de locker was veel leuker dan het feestje. Moest ik er aan gezet hebben, was het een heel ander verhaal. Want dan ging die locker open en dan lag er gewoon een guy KO in de locker. Na 3 minuten ik was gewoon aan het knock-out gaan in die locker omdat ik hyperventileerd was ofzo. I'm claustrophobic for me, I can do shit about it. Over 3 dagen is het mijn verjaardag. Bedankt om te kijken. Tot ziens. Anton doet dat nooit meer. Hey, wat er voor. Hey, bedankt hem, man. Het kon wel.